We hebben in de uitzending Kirsten Giethoorn van de Friendship Foundation. Kirsten, kun je vertellen wat jullie precies gaan doen tijdens Giving Tuesday? Ja, wij gaan een wens in vervulling laten gaan. Een wens van twee meiden met een beperking in Sri Lanka. Zij zitten op de praktijkschool van de Friendship Foundation. En hun wens is om te leren naaien. En wij hebben deze wens doorgekregen via onze projectpartner in Sri Lanka. En vonden dat een mooie aanleiding om deel te nemen aan Giving Tuesday. Waar wij heel nieuwsgierig naar zijn. Hoe het is om met een groep stichtingen met elkaar bezig te zijn. Over de hele wereld. Om goed te doen, ja. Ja, en de praktijkschool. Kun je daar iets meer over vertellen aan wat jullie precies als goed doel doen? Ja, nou, Melanie en Harshani die hebben dus gevraagd voor een naaiatelier. We gaan dus binnen de praktijkschool een stukje naaiatelier creëren. Dat wordt gewoon een kast met waar de naaimachine in staat, waar borduurspullen in staan, waar de materialen in opgeborgen worden. Dus daar gaat onze crowdfunding over. En het praktijkschool die is eigenlijk pas dit jaar begonnen. En het is een voortvloeisel uit het speciaal onderwijsklasje wat wij hebben. En het dagcentrum wat wij hebben in Sri Lanka. Kinderen die werden 18 in het dagcentrum. En hun ouders die vroegen van... En nu? Ons kind wil nog niet thuis zitten. Ons kind wil graag verder leren. En we zijn in gesprek gegaan met de ouders en met de kinderen. En zijn dus dit jaar met praktijkonderwijs gestart. Nu zijn er 13 kinderen in het praktijkonderwijs. En 27 kinderen in het dagcentrum en het speciaal onderwijsklasje. Ja. Oké, klinkt als een fantastisch... Dat betekent ook dat het meteen een nieuwe dimensie in ons werk met zich meebrengt. Want de kinderen, met name van het praktijkonderwijs, die gaan ook mee boodschappen doen, leren met de bus reizen. Dus ze gaan de gemeenschap in. En wij vinden het dus ook heel belangrijk. We hebben een programma opgezet, we noemen het maar in Nederland Bekend Maak Bemind. Dat mensen met een beperking geaccepteerd worden binnen de Sri Lankaanse gemeenschap. En dat is dus eigenlijk de tweede richting die wij ingeslagen zijn. Oké, en je hebt ook wat beeldmateriaal gedeeld met ons. En daar gaan we nu even naar kijken. Ja. Wij dromen van een samenleving in Sri Lanka waar iedereen welkom is. En ieders talent telt. Tussen de rijstvelden in oostelijk Sri Lanka... ligt Sarana, multidisciplinair centrum. Hier werkt elke leerling met veel plezier op eigen niveau. In het praktijkonderwijs leren jongeren hoe zij thuis en in de maatschappij hun steentje bij kunnen dragen. Friendship Foundation zet in Sri Lanka mensen met een beperking in hun kracht. Kirsten, dankjewel voor de informatie over de Friendship Foundation en wat jullie precies met Giving Tuesday gaan doen. Ja. Ik wil je dus bedanken en succes met de campagne de rest van de dag. Dankjewel, graag gedaan. En ik wens ook iedereen over de hele wereld heel veel succes en heel veel plezier. Dankjewel, Jordan. Oké, dank je.